Ja, dan denk ik wel, oh, hier is werk aan de winkel. Ja. In Nijmegen zijn het de tuinadviesweken, georganiseerd door Stichting Steenbreek. Hun doel is het vergroenen van tuinen in heel Nederland. Tuinarchitect Sietske van der Kooi geeft deze week gratis advies. Ja, allereerst mensen die graag hun tuin willen vergroenen of klimaatadaptiever willen maken, die melden zich aan bij Steenbreek. En ik ga dan naar de mensen toe om ze te helpen. Ik wil mijn stenen eruit halen. En hoe moet ik mijn tuin dan indelen? Waar kan ik het beste groen maken? Waar kan ik het beste gezond maken? En hoe wordt het een wat meer klimaatadaptieve tuin? Ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Nou, allereerst probeer ik een beetje te achterhalen wat de wensen zijn, hoe de mensen de tuin gebruiken. En het is ook belangrijk om te kijken hoe de zon in de tuin komt, hoe die door de dag heen draait. Ik kijk een beetje naar de grootte, naar de verhoudingen. Er zal altijd wel iets van steen blijven in de vorm van een terrasje of een paadje. Maar we gaan wel kijken hoe we zoveel mogelijk groen kunnen maken in de tuin. Ook deze tuin in Nijmegen-Noord was ernstig versteend. Nou, toen wij hier een jaar geleden kwamen wonen, was het hier echt één grote parkeerplaats, zeiden wij altijd. En dus wij willen gewoon graag een groene tuin. Dat is eigenlijk de reden waarom we hier aan meedoen. En toen kwamen we dit tegen en het was eigenlijk een mooi aanbod dat je dan je tegels gratis kan laten ophalen. En dat is altijd wel handig. En toen zag ik ook het tuinadvies en ik dacht, nou, het is nooit weg als er iemand eventjes meekijkt. Zo, want wij doen eigenlijk maar wat. Een tuin vol stenen maakt Van der Kooi altijd erg ongelukkig. Ja, ik word er altijd een beetje droevig van, want het kan zoveel meer zijn dan dat. En je ziet vaak ook dat er kuilen in de bestrating zijn waar het regenwater blijft staan. En dat is eigenlijk al wel een teken van dat er iets nodig is om de tuin groener te maken, zodat het regenwater beter weg kan. En dat kan vaak met een aantal simpele oplossingen al. Dan nog een tip voor iedereen die zijn eigen tuin ook een stukje groener wil maken. Ga kijken in je tuin, hoeveel verharding heb je echt nodig? Waar kan je nog wat stenen uithalen? En zet er leuke plantjes neer. Daar wordt iedereen blij van tenslotte, van leuke bloemetjes. Ook tussen 31 mei en 11 juni wordt er weer tuinadvies gegeven. Nijmegenaren die dat willen, kunnen zich aanmelden via de website van Steenbreek.